Goedemorgen, we zijn in Velp. Het was een uur en drie kwartier rijden vanochtend. We zijn wel een stukje van huis. De zon schijnt, dat is wel weer fijn. Gisteren was er wat minder weer. Het gat is al gegraven, er is een klein stukje ingestort. Dat moeten we er weer even uithalen. Dan gaan we de bodem vlakken. Het wordt een zwemvijver van 7 bij 4. Dus we gaan eerst vlakken en dan kan straks de bak erin. Laat ik straks weer wat zien. Zo, het gat is gevlakt. Dus die is klaar voor de bak. De kraan die komt er net aan. Die gaan we even helpen met stempelen. En als het goed is, komt er zo ook de bak zelf. En dan moeten we er even op wachten, maar ja, zullen we zien hoe het loopt. Tussenin. Vraag maar, die gaat zo weer naar huis. Maar de volgende klus, dat weet ik niet. Het eerste laagje water staat erin. We hebben de pomp het ook op zijn plek. De eerste leidingen zitten er al op aangesloten. 1 bodemafzuiging en 2 skimmers. En dan gaat hij door de zeef heen, door de pomp UV-lamp. En dan naar het filter toe, die moet daar komen. Dus we zijn nog wel eventjes bezig, maar met lekker weer, dus komt helemaal goed. Hey, goeiedag. Gisteren was het te laat om alles af te maken, dus we gaan vanochtend nog even de laatste puntjes op de i zetten. Is gevuld tot het randje. Grond legt er omheen. Nou, een paar dingetjes gebeuren. Wat ik al zei. Hier staat het filter. Een biotech. En hier een pompputje. Een zeef erin, een Bitron 60 watt, een Expert 21.000. Nou, het is nu echt nog de laatste dingetjes en dan is het hier weer gebeurd. Dan maakt de hovenier het voor de rest af. En, tot de volgende weer.